Het is zaterdag. Welkom bij een nieuwe weekendvlog. Gisteravond heb ik niet meer gevlogd, want ik heb niks gedaan. Dus dat was ook niet leuk om te vloggen. En ik weet niet of ik deze al had laten zien, maar deze heb ik ook nieuw binnengekregen van AliExpress. En gisteren kreeg ik deze binnen. De zon en de maan. Voor het eerst eigenlijk dat ik van die enorme oorbellen in heb. Want ik had ze op het plaatje ook iets kleiner ingeschat dan dit. Ik vind ze eigenlijk wel heel erg leuk. Dus wordt dit de look van vandaag. Staart in. Beetje scheef. Vind ik ook wel grappig. En dit truitje. Zwarte broek. Nou, wel een beetje zomers zoals je ziet. Want als het goed is, wordt het in Duitsland, waar we naartoe gaan, 18 graden. Dus dat zou alleen maar heel fijn zijn. En ik moet zeggen, ik ga een steeds smaller bekkie krijgen in die camera. Voor mijn gevoel. Ik weet niet of, ja, ik denk wel dat het echt zo is. Maar ja, wel leuk om te zien. Koffie, kwark met granola. En dan op naar Laura. Nou, die vroeg me al, heb je je camera opgeladen? Dus dat gaat wel goed komen vandaag, denk ik. Zo, goedemorgen allemaal. Het is lekker vroeg. Hoe laat leven we? 8:45. 8:45. We zijn op weg naar Duitsland. Want we moeten nog even wat inslaan voor de bruiloft. En mijn zus die zit naast me. Ik ben mijn tas vergeten. Dan had ik de tas klaargelegd. Ben ik hem alsnog vergeten. Ja, ik heb je vanmorgen nog geappt. Ja, ik heb een tas bij je. Maar... Oh, wat suf zeg. Nou ja, gelukkig heb ik een hele grote tas bij me. Dus zit er wel bij jou in. Nou, ik zie jullie straks nog. En dan filmen we weer verder. Doei doeg. Oh. We zijn er weer. Nog een half uurtje en dan zijn nee, we... drie kwartier. Oh, sorry, drie kwartier, dan zijn we daar. Dus het schiet op. Kunnen we even de benen strekken? Kijk, daar staat het dan op de borden. Ja, oh, wacht even. Ik hoop dat je het gezien hebt, maar ik was iets te laat. De kick al leeg gekocht en we zijn al voor de ringetjes geweest. En nu gaat Laura schoenen passen. Laat ze zien. Hallo. Hey, even van de zijkant. Ja, ze zijn wel echt heel leuk. Een soort ballerinaatjes, maar dan in... Gimpen. We gaan eens even kijken. Ja. Je zit toch niet mijn voeten filmen? Ik ben me niet, nee. Ik zit die schoen te filmen. Ik weet niet wat je nou aan het doen bent. Hoe leuk zijn ze. Ja, ze zijn heel leuk. Ze zijn ook niet zo duur, ze zijn maar 25 euro. Ja, die krijg ik van mijn zus cadeau. Ja, weet niet goed. Je zus rijdt hier al voor een paar ringetjes van 3 euro naartoe. Zijn dat leuk, hè? Ja, heel leuk. We zitten even te eten, maar we hebben toch wat op. Lekker op tijd weer. Ja, wat had jij? Een broodje rauwe ham. Lekker. En ik heb een cola. Beenham volgens mij met ei. Nog niet zo'n heel groot broodje, maar... Het past niet helemaal in de, dus ik moet het even bij een klein broodje aan. Dat geeft niet. En wat had jij? Wat zei je nou? Oude ham. Oh, cola. Ja, ik heb een thee. Dus nou, daarna kunnen we weer verder. Zo, goedemiddag allemaal. Zo, we zitten weer in de auto. We gaan op terugreis naar huis. En dat shoppen, daar word je echt moe van. Mensen, ik wel. Ik zit de hele tijd al te geven. Ja, ze had op de heenweg al te geven. Ja, ik ben ook een dagje ouder, hè? Dat zal het zijn. Ja, het, maar goed, de spullen hebben we. Ja, we kunnen nou... Ik dacht, jij laat onderweg wel even zien wat je allemaal hebt, maar je hebt het allemaal achterin gelegd. Ja. Dus dat gaat niet. Dat gaat niet. Maar ik ga in ieder geval thuis even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Maar of dat straks wordt of morgen, weet ik nog niet. Dat ligt eraan of ik zelf alles naar boven krijg. Dus laat ik het morgen wel even zien. Nou ja, ik weet niet. Als ik zo doe, kijk hier een paar tasjes, zie je? Dus we zijn geslaagd. Voor de bruiloft ook een paar dingen gekocht. En
daar gingen we uiteindelijk. Daar gingen we uiteindelijk ook voor, maar het gaat al opschieten. Nog even mijn zus aankijken hoor, want hoeveel maanden nog voor de bruiloft? Twee. Nog twee maanden. Of 2,5. Dus het gaat opschieten. Nou, ik zeg jullie allemaal gedag. Moet je niet vertellen wat er net gebeurde? Oh ja, ik weet niet of ik ik weet niet of ik het mag vertellen aan de kijkers. Hello. Nou, wat er net gebeurde is, we gingen terug op weg naar Nederland. Maar mijn zus die reed iets te hard. Dus ze stond heel leuk op de foto. Ja, en ik reed echt niet expres te hard. Maar wel 30 kilometer te hard, ben ik bang. Ik weet het niet, ik kon het niet zien. Ik vond het ook raar aangegeven. Maar goed, ik ben wel geflitst. Maar ja, we zullen het wel zien wanneer de boete op de deurmat valt. Leuk voor die bruiloft, dat was maar te lauw en mijn geld. Ja, dan moet je ook niet zo hard rijden. Moet je opletten. Nou, toedeloe! We zijn even gestopt. Want ik raak een beetje moe. Dus laten we eens even koffie voor me halen. Wat een rit zeg. We zijn dadelijk langer onderweg geweest dan dat we daar geweest zijn. Oh. Maar goed, maakt niet uit. Even een beetje cafeïne erin en dan kunnen we er weer tegen. En ik word gebeld. Zo, weer thuis. Jullie staan eigenlijk net even te laag, hè? Nou, dan doe ik het maar even zo. Ik heb even gegeten, want ik had trek. Dus ik heb het ook niet gefilmd, want ik had het op voordat ik er erg in had. Ik had lekker een broodje hamburger zonder broodje. En eigenlijk was het ook geen hamburger, maar van rundvlees. Gewoon twee burgertjes met tomaat, komkommer en augurk. Klein beetje frietsaus. En hier nog het restant van de tomaat en de komkommer. Heerlijk. Daar was ik wel even aan toe. Ik ga jullie nog even, dan ga ik jullie toch weer even terug neerzetten. Want ik heb weer wat AliExpress dingen binnengekregen. En ik wil het jullie toch wel laten zien, ook al doe ik het niet in één video. Ik weet alleen niet meer zo goed wat ik nou wel en niet heb laten zien. Ik kreeg deze barbelletjes binnen. Daarvan weet ik zeker dat ik ze nog niet heb laten zien. Maar ik vind ze ook echt niet zo heel erg leuk, moet ik zeggen. Dit zijn ze. Er zit een pareltje in verborgen. Gaat dat zo? Ja, zie je? Er zit een pareltje in. Maar dat hele nestje is een beetje scheef. En nou ja, dat pinnetje is ook niet heel recht meer. En nou, ik ga ze wel een keertje in doen. Oh, nou, ik heb mijn oorbellen al uitgedaan. Net had ik die andere oorbellen in. Nou ligt hij op de grond. Nou ja, anyway, ik vind ze wel leuk, maar niet zo leuk als ik gehoopt had. Dan heb ik binnengekregen deze diadeem of haarband, die ik erg leuk vind, van spijkerstof. Het is net of je een spijkerstof ding in je haar, ik vind hem leuk. Zo'n knoop hier bovenop. Leuk hè? Ik vind hem echt heel leuk. Ik had van de week zo'n haarbandje gekocht bij de Kruidvat, maar die is veel te wijd. Dus als ik dan één keer te heel wild met mijn hoofd beweeg, dan ben ik die haarband kwijt. Maar deze zit lekker strak. Ja. In mijn huidige kapsel zit het niet echt, maar dat kapsel is ook echt helemaal uitgezakt nu. Er is niet veel meer van over van hoe het vandaag zat. Maar ik vond het wel heel leuk zitten trouwens. Je kan er foto's van zien ook op mijn Insta. Wacht. Ik ben rommelig. Dan heb ik deze gekocht. Even openmaken. En die vond ik wel schattig. Die kan je zo neerzetten. Dan kan je je make-up sponsje erin doen. Tenminste, daar was die voor bedoeld volgens de site. En ik heb natuurlijk die groene gekocht daar ook. Ik dacht, nou, die past er dan zo leuk in. Dus die gaat op mijn make-up tafeltje straks.
Oh, en bij die haarband zat als cadeautje dit elastiekje. Nou ben ik niet zo voor elastiekjes met een ijzer dingetje erin. Want dat is niet heel best voor je haar. Maar alsnog best een schattig elastiekje. Deze had ik jullie volgens mij wel al laten zien. Hè? Die dingen van gisteren. Die zon en die maan. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En die ketting ook. En dan heb ik nog één dingetje volgens mij niet laten zien. En dat is deze. Daar kan je telefoon in geklemd. En dan kan dit in je rooster van de... Zo. Even kijken, kun je dat goed zien? Ja. Dat klem je dan zo. In het rooster van je ventilatiesysteem. En ik heb zo'n systeem in de auto voor mijn telefoon. Maar die is al oud en wordt steeds krakmikkeriger. Dus ik dacht, nou laat ik een nieuwe kopen. Dus die ga ik uitproberen. Nou, dat was het eigenlijk. Ga ik zo mijn oorbel maar eens even oprapen. En kijken wat ik ermee moet. Of mee wil. En dan gaan we morgen fietsen. Ik had morgen sowieso een fietsrit op de planning staan. Maar ik had eigenlijk gedacht dat ik alleen zou moeten. Maar nou hoor ik net van pa en ma dat ze naar Scheveningen willen fietsen morgen. Nou, en of ik dus mee wilde fietsen. Ja, graag. Want het is toch gezelliger om met een paard te fietsen. En volgens mij is Scheveningen ook wel een leuk ritje. En zoals ik de vorige keer al zei, ik weet die weg nooit zo goed. Dus dan kan ik er wel aan beginnen, maar dan verdwaal ik of zo. Dat is ook niet de bedoeling. Goed, ik ga lekker even mijn kloffie aantrekken. Want ik ga niet weg vanavond. Ik heb heerlijk een avondje thuis. En dat mag ook wel, want ik heb vandaag 4 uur auto gereden. En uren daar in de stad geslenterd en zo. Ik ben gewoon een beetje moe. Dus het is ook wel lekker dat ik vanavond niks hoef. Dus dat gaan we doen. En dan zie ik jullie later weer. Zo, nou weer zo'n blauwe vibe, hè. Het zal vast aan mijn instellingen liggen, jongens. Maar ik weet niet hoe ik dat moet oplossen. Ik vind het wel grappig. Net de weekvlog geëdit. Die is best lang geworden. Ruim 20 minuten. Ik ga hem wel gewoon uploaden. En dan hoor ik graag van jullie onder deze weekendvlog. Of jullie dat te lang vinden. En dat jullie het dan misschien liever in 2 delen willen. Of dat je denkt, nee hoor, ik vind het lekker zo'n weekend. Een hele weekvlog mag van mij best 20 minuten duren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dan kan ik daar vervolgens rekening mee houden. Dus ik wacht nu even tot die uitgerenderd is. En dan kan ik hem voor morgenochtend weer online zetten. Een hele goede morgen. Alweer klaar voor de dag. Maar het is ook al 9:30 hoor. Ik ben om 8:30 opgestaan, denk ik. Heb ik ik heb een beetje iets te veel een soort van oranje blusje opgedaan, geloof ik. Nou ja, ach hè, kan het schelen. Ontbeten, aangekleed, opgemaakt. Mijn moeder is al langs geweest. Die heeft de paasspullen even uit de kast naar beneden gehaald. Want ik wil komende week mijn huis een beetje paasproef gaan maken. Is toch ook wel weer gezellig. En, ik ga jullie nog even wat laten zien. Want mijn moeder heeft inmiddels de spullen van de DM van gisteren gebracht. Die had ik even bij hun laten staan. Want ik had voor hun ook een heleboel meegenomen. Dat zat er ook allemaal nog in. Deze heb ik van Laura gekregen. Deze dan. Ik weet niet of je het kan zien, maar er staan allemaal vlindertjes op. En deze 2 die had ik al. Die heb ik ooit zelf gekocht. En ik vond hem er wel leuk bij passen zo. Ze zijn niet allemaal hetzelfde, maar dat hoeft dan ook niet. En dan zo, tegenlicht. Hallo, daar zijn we weer. En dan heb ik hier een hele tas vol spullen van de DM. Dat ga ik niet nu doen, maar misschien dat ik dat vanmiddag nog eventjes laat zien. Of vanavond. Want vanmiddag gaan we fietsen natuurlijk. We gaan naar Scheveningen. Ik ben heel benieuwd.
een panterjurkje aan. En mijn panteroorbellen. Rode lipstick, nou, hè? Oh, en die haarband. Kijk nou, ik vind hem echt zo cool. Moet alleen even mijn haar er een beetje goed in doen, zie ik nu. Maar goed, dat komt vanzelf wel. En ik ga even lekker de zondagvideo van Bonnie kijken. Daar heb ik heel veel zin in. Nou, we zijn in Scheveningen. Kijk, mama is er ook. En papa. Hi. Hi. Grote ding wat je haring staat. En haringkie happen. Wat? Even inzoomen hoor. Kijk nou. Met uitjes. Met ui. Geweldig. En er staan hier allemaal van diezelfde dingen, maar dan heel klein. Ga papa even laten zien, want die kan er makkelijker bij komen dan ik. Wil jij ze even laten zien? Wat van ziet, want ik door het schermpje niet, maar kijk. Je moet je bril afzetten. Oh ja, nou dat helpt niet veel. Dan moet ik even dat. Buntje jumpen. Oké, okay, nou, als ik even een weekendje weg ga naar Zanzibar. Nou, zijn we naar, oh we zijn naar Zanzibar, kijk nou. Staat hij nou stil het rad? Ja, net rijden die nog. Moet je instappen, ja, dat snap ik, daarom zeg ik net rijden die nog. Is hier zo mooi. Ja, even kijken of ik hem... in beeld kan brengen. Moet ik hem pakken? Oh, daar. En wat zijn het, zei jij? Oerossen. Ja, ze hebben een speciale naam. Hier zit er ergens nog een. Oh ja, daar. Oh, wauw. Kijk, als ze liggen is net een steen. Ja, inderdaad. Ben je hem nou dichterbij gehaald? Ja. Maar sowieso is het hier mooi, zeg. Jeetje, Mina. Wat een leuk stukje is dit. Is dit nou ook duinen dan? Nou wel. Zo, nou dat was toch wel weer een lekker ritje. Lekker naar Scheveningen. En nu ben ik weer thuis. Ik voel het wel hoor, in mijn bovenarmen. Maar dat is alleen maar goed. Dat was een heerlijk ritje. Het is nu... Hoe laat is het eigenlijk? Oh, het is al 4:15. Zo, het is echt lekker weer buiten. Je zou niet verwachten dat het al zo laat was. Echt heerlijk weer. Ik mag hopen dat het nog lang zo blijft. Ik reed daar achteruit naar binnen. En toen gebeurde er dit. Zucht. Maar goed, mama komt zo even om het op te ruimen. Ik ben inmiddels ook al daar geweest. Ik heb lekker gegeten. Heerlijk. En vanavond staat er op het programma, sowieso de mol natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk die klus gedaan met dat ondertitelen. En er zitten op bepaalde plekken nog wat foutjes in. Dat heeft degene voor wie het is, had het even voor me nagekeken. Want op een gegeven moment zie je echt zelf niet meer hoe het nou zit. Dus ze heeft me een mailtje gestuurd met op welke punten zeg maar er wat veranderd moet worden. Dus dat ga ik ook vanavond even zitten doen. Want dat zal niet zo heel veel werk zijn. Maar goed, nu eerst even op mama wachten om die ravage op te ruimen. Zo, en voordat ik het weer ga vergeten, omdat ik inmiddels de mol zit te kijken. Hij is net online gekomen. Het is nu 9:45 of zo. Ja, 9:45. En voordat ik het weer vergeet, ga ik eerst even de vlog afsluiten. Want anders dan zien jullie mij pas morgenochtend weer. Dankjewel voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende vlog. Doei doei!